De laatste twee seizoenen werd het 1-1 in Maassluis tussen Excelsior Maassluis en Kozakkenborst. Dit is Van Ooyen. En Arends met een fantastische reflex. En Arends, de doelman van Kozakkenborst, zal de wedstrijd tegen Excelsior Maassluis van vorig seizoen nog wel herinneren. Want toen was hij doelman bij Spakenburg, kreeg hij in de tweede minuut al de rode kaart. Maar hier staat hij goed op te letten, Richard Arends. Voorkomt dus de openingsgoal van Excelsior Maassluis. Dan de vrije trap. Fink. En zo zijn de beste mogelijkheden in de openingsfase van de wedstrijd voor de thuisploeg. De ploeg van Jeroen Rijsdijk, die een beetje stroef draait in deze competitie tot dusver. Kozakkenborst begon ook met een nederlaag bij IJsselmeervogels. Maar de laatste weken is de ploeg van Buis op dreef. Dit is Van Ooyen, makkelijke vangbal voor Arends. Dan de tweede helft. Fink gezocht en gevonden. Arends heeft hier alle geluk. En zo blijft het 0-0 in een weinig aantrekkelijk duel. De vrije trap van Tavares. Opnieuw Tavares. Tavares met de voorzet. Bots kan erbij komen en daar alle geluk voor Van Leeuw en zijn mannen. Want Bots, de routinier, was dichtbij de openingsgoal in de wedstrijd. Ignacio. Belangrijke man, Tavares, en dit is Sonmez. Sonmez nog steeds, de bal door alles en iedereen gemist. Nou, Ignacio. Dit is eigenlijk zijn eerste kans in de wedstrijd. En hij schiet hem meteen binnen. Vorige week had hij wat kansen nodig tegen de Dijk. Maar nu scoort de spits wel. 75e minuut. Wedstrijd, de goal voor Kozakkenborst, Ignacio. En zo leidt de ploeg uit Werkendam. Met 1-0. Gadi, kan hij hem wegwerken? Nee, Redert kan opvangen. Koert, Arends. Nou, een ouderwetse scrimmage en het is gelijk. En zo toch de gelijkmaker. En toch weer de 1-1 op het bord. Redert, Koert met een achterloze hakbal. En dan in tweede instantie krijgt hij de bal toch over de lijn. En zo eindigt het duel in 1-1.